Sinds 3 jaar is er weer een Hardy Dag georganiseerd in Gouda. De afgelopen jaren mocht het evenement niet doorgaan vanwege dreiging tussen rivaliserende motorclubs. Dit jaar werd er weer een vergunning afgegeven door de gemeente. Het evenement vond plaats op industrieterrein Gouwenstroom onder toeziend oog van vele politiemensen. Ruim 3000 mensen kwamen op het festijn af. Volgens politie en bezoekers is de dag goed verlopen en was het een heus familie-evenement. Het toeristenseizoen is in volle gang in Gouda. Met de kaasmarkt als toeristentrekker krioelt het in de binnenstad van de vakantiegangers. De VVV in de Waag wordt druk bezocht. Mensen lopen af en aan voor informatie, plattegronden en toegangskaartjes. Ook de Sint-Janskerk en het stadhuis zijn in trek.